En burgers kunnen vanaf vandaag overtredingen van COVID-19 maatregelen doorgeven via de speciale lijn 105. Deze is door minister Kenneth Amoksi van Justitie en Politie gelanceerd. De lijn zal worden geopereerd vanuit het districtscommissariaat Noordoost. DC Ricardo Bola zegt dat het project goed is voorbereid en de samenleving een snelle responstijd mag verwachten. Om de druk op de politie te reduceren is ook vanuit het ministerie een manier bedacht om de controlewerkzaamheden te verhogen. Maar weldra zagen we weer een opwaartse spiraal en dat heeft gemaakt dat de regering niet langer aan de kant kan blijven staan. En dat de regering gemeend heeft, nee, we moeten het een halt toeroepen. En met dit initiatief, dat goed is voorbereid en dat een vaste plek zal krijgen hier op het commissariaat, kunnen we in principe heel snel reageren op meldingen die binnenkomen vanuit de samenleving. Mijn zienswijze is zo dat wij het liefst niet moeten optreden. Hoe minder, hoe beter. Maar u allen weet dat dat helaas niet het geval is. We kennen de vele meldingen van verontruste burgers. Gisteravond nog hebben velen mij gebeld en allerlei incidenten doorgegeven. Ja? Ik ben blij met dit initiatief. Ik ondersteun het volledig. Ik zal het zelf ook genoegzaam bewaken dat alles richtig gebeurt volgens recht en wet. En dat we zo samen, in ieder geval heel snel, COVID kunnen opruimen. COVID-virus weer terug kunnen posten. En dan zijn we allemaal verlost. Naast de politie zijn er COVID-19 quick response teams beschikbaar. Bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries regionale ontwikkeling en sport, volksgezondheid en defensie in het leven geroepen. Minister Amoksi doet een beroep op de samenleving om de COVID-19 maatregelen na te leven, zodat het speciaal nummer 105 niet gebruikt hoeft te worden.